Dank, dames en heren. Mijn naam is Pieter Kos van GroenLinks en uiteraard tegenstander van de Ringweg Oost. Mijn naam is Gijs Holler van de Partij van de Arbeid en ook wij zijn tegen Ringweg Oost. Hallo, ik ben Julian van de Kraats van Leidse SP. Zoals u weet zijn we altijd tegen een Ringweg Oost geweest, maar hebben we 2 jaar geleden toen we in het bestuur gingen wel getekend om een Ringweg Oost aan te leggen. Alleen, dat betekent niet dat we zomaar klakkeloos instemmen met elk besluit. Wij denken dat een ringweg door de kooi, de plannen die er nu liggen, dat het echt een heel erg slecht plan is. Dus we zullen ook tegen dat besluit stemmen. Ja. Ik ben Arjen Boomsma, ik ben van de CDA-fractie. En wij hebben, net als de andere coalitiepartijen, onze handtekening gezet onder de Ringweg Oost. Dus we komen zo meteen nog wel op de reden waarom wij dat een goed plan vinden. Maar in ieder geval behoren wij wel tot de voorstander. Er wordt door de SP duidelijk gezegd dat ze zeggen, ze zijn niet tegen de Ringweg, maar op een onderdeel zijn ze wel tegen. Bent u integraal zoals het plan er nu ligt wel voor? Ja, wij zullen het kaderbesluit wat nu ligt, zullen wij steunen. Duidelijk? Dat is gewoon echt. Ja. Dankjewel. Mijn naam is Peter Bootsma, ik zit in de gemeenteraad voor D66. En omdat we de binnenstad in Leiden bereikbaarder willen maken en dat heel belangrijk vinden, althans mijn partij en fractie dat vinden, zijn we voor een Ringweg Oost. Het gaat natuurlijk om het laatste zinnetje, dames en heren. Een ringweg. Betekent dat u ook dus openstaat voor alternatieven? En mogelijk dat u zegt, de route die we nu bewandelen, moeten we opnieuw bekijken? Nou, ik ben hier vanavond vooral gekomen om te horen hoe er in deze zaal over gedacht wordt. We hebben weliswaar de inspraak al gehad in het stadhuis, maar dat zijn dan van die bijeenkomsten die iedereen 5 minuten heeft. Dit is een dossier met een lange voorgeschiedenis, die de meeste van u misschien wel kennen, maar even heel kort. In de vorige periode was er sprake van een variant over Leiden-Dorps grondgebied. Dat heeft Leiden-Dorp tegengehouden om hen nog weer te redenen. En als je dan toch een ringweg wilt, moet je dus vervolgens, als je naar de kaart kijkt, zijn er niet zoveel andere mogelijkheden. En dat is de reden dat nu dit kader besluit wordt. Maar, ik corrigeer me voor ongelijk, maar ik roep bij u dat u zegt, ik ben voor die ringweg. Maar als er alternatieven komen die wellicht beter zijn dan het bestaande plan, staat u daar voor open? Nee, ik ben hier vanavond alleen gekomen om te luisteren. Wat ik hier vanavond hoor, neem ik mee naar mijn fractievergadering. We staan staande maandagavond, zoals elke maandagavond. En dan gaan we daaruit verder komen. Duidelijk. En dan gaan we naar de eerste rij, want er zitten nog een paar prominente politici. Maar kunt u de microfoon in zo? Gijs Horstelker, ik kan de provincie volgen. Ik ben Gijs Horstelker van Leeuwen Leiden en wij zijn tegen de Ringweg Oost. Dank u wel. Mijn naam is Dick de Vos van de Partij voor de Dieren. Ik moet 1 correctie maken op de spreken van dat alle politieke partijen voor de Ringweg Oost waren. Onze partij is dat niet. We zijn tegen welke Ringweg Oost dan ook. Yeah.